Hoi, leuk dat je kijkt naar deze allereerste vlog. Michael, gas! Dat kan dus niet, hoor. Oh my god, wat laat je vallen? Ik vind de pot altijd leuk. Nee, vind ik niet zo. Ja. Lekker zeg. Bon appetito! Ik heb zin in. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze allereerste vlog van mij. Insane, ik ben echt zo excited. Ik moet hier nog wel even aan wennen, maar ik denk dat ik hier wel aan kan wennen. Dit is dus mijn allereerste vlog en dit is mijn allereerste. Michael! Oh! Michael zit alvast in de auto en die zet echt even keihard zijn muziek aan. Schrik me de pestpleuris. Oké. Ik was net even aan het klaarmaken en ik ben nu klaar en we gaan heel eventjes kijken in de salon, want ik moet dus wel naar mezelf kijken. Of nee, in de camera kijken en niet naar mezelf. Oké, daar moet ik nog even aan wennen. In de camera kijken, even onthouden. Ik heb me net even klaargemaakt en thuiszorg is net langs geweest en vanochtend heb ik een beetje gechilled. Ik heb echt een super slechte nacht gehad, dus vanochtend moest ik echt even op het gemakje. Go, relax. En nu gaan we heel even in de salon kijken. Kijken hoe het daarmee gaat. We hebben een probleem met de riolering. Dus daar moet ik ook nog eventjes naar kijken. Zo leuk. Ik moet wel even je muziek uitzetten. Luister, ben ik net aan het filmen? Ben ik mezelf helemaal aan het voorstellen? Er gaat keihard de muziek aan. Op 100. Dat hoort erbij. Ik zeker ook niet op. Dat is zonder part, moet zo'n ding op de auto komen. Ja, oeh, nu gaat hij net vallen. Ja. Oh, er komt de auto hoor. Michael, gas! Dat kan dus niet, toch? Oké, we zitten nu in de auto. Naar het salon. En mijn collega's aan het werk. En ik ga even hoi zeggen. Misschien een beetje schoonmaken. En ik denk dat er ook klanten zijn. Dus die willen ook eventjes met me kletsen. En kijken of het met me gaat. Dit nou? Ja. Zijn er. Michael moet nog een beetje wennen aan het vlog-idee. Dus hij loopt een kilometer vooruit omdat hij liever niet op deze video wilt. Oh, is ze er niet? Oh shit. Ik zei nog zo. We hoeven geen sleutel mee te nemen, want mijn collega is er. Maar die is even met pauze, denk ik. Dus nu kunnen we niet naar binnen. Dat is een beetje dom, dat ik geen sleutel mee heb genomen. Oeps. Ze is er wel! It's closed! Het is echt wel weer fijn om hier eventjes te zijn. Normaal werk ik gewoon 5 dagen in de week. Soms meer. En nu ben ik hier natuurlijk al heel lang niet geweest. Oh, soms overbelicht hij wel heel erg, hè? Daar moet ik nog met jou aan. Do you want to be on my video? Of today? Mijn collega heet Hanje. Let's meet her. Hi. I don't speak Dutch, so. No, we only speak English together. But that's not a problem for us, right? Yeah. And also not for the clients. Want de meeste Nederlanders die kunnen wel een beetje Engels praten. Mm. And how's the Dutch going? Ja, yeah, good, good. Ja? Goed. Gaat goed. Nice. Maar jij is even bezig met de voorraadlijst. Dus ik ga straks even helpen met bestellen. En Michael die is hier de boel aan het afbreken. Over 2 weken praat hij misschien met jullie in de camera, maar nu nog even niet. Even openmaken.
gewoon zo, maar er komt dus niks uit. Nee, ik zeg dus hier gewoon even een schroevendraaier tussen zetten. Ja, dat heb ik net al geprobeerd. Je moet gewoon even schroeven draaien. Oh, maar dat ding is gewoon helemaal uitgehard. Ja, precies. Dus je moet gewoon hier even schroeven draaien tussen houden. En dan omhoog. Zeker. Mijn gaat het op zich redelijk oké. Ik kan alleen niet hele zware dingen tillen of heel hard lopen in één keer, omdat mijn HB nog heel laag is. Dus raak ik snel buiten adem of misselijk of duizelig. Dus daar moet ik gewoon eventjes goed op letten dat ik het allemaal gewoon rustig aandoe en kalm. En we wonen hier heel dichtbij, bij de salon. Alleen, ja, we gaan wel even met de auto, want ik kan niet fietsen of lopen of een scooter. Dat is zeg maar, die moet ik verplaatsen, dus die is heel zwaar. Dus dat gaat ook nog niet zo heel goed. Waar heb ik dan pijn? Nou, ik heb vooral pijn bij mijn insteek van mijn drains die erin zitten. Of bij eigenlijk gewoon mijn hele zijkant. Die is gewoon helemaal een soort beurs. En vannacht had ik bijvoorbeeld ook last en dan heb ik last bijvoorbeeld van mijn nieren. Maar daar heb ik dan weer speciale tabletten voor de stuwing in mijn nieren. En die slik ik dan en dan gaat het ook weer iets beter. Dus over het algemeen kan ik het allemaal wel fixen met pijnstilling. Gelukkig. Nee? Dus je moet ook? Nou ja, ik storm er verder niet aan of zo. Ja, ik vind het wel 50 keer mooier als dat doet. Maar ik durf dat niet met dat roze daar. Moet ik dat dan doen? Ja. Dat moet Afje even doen. Ja. Kijk eerst even of je deze goed gelukt. Dat zeg je als ik al bijna op mijn kont zit weer. Ja. Ik zal even de kast op terugzetten. Nou, ik ben nu even mijn vriendinnetje. Bye Marta! Helemaal gezellig! Hoi! En binnenkort wil ik graag een fotoshoot gaan doen. Omdat ik natuurlijk chemotherapie ga krijgen en ik weet niet hoe ik er daarna uitkom. En dat vind ik wel mooi om mezelf nog even vast te leggen met foto's. En Marta die gaat vandaag even mijn wenkbrauwen harsen. En mijn snorretje eraf. En mijn baard eraf. Want ik heb altijd hele donkere haren op mijn kin. Dus dat is echt verschrikkelijk. Dus het moet er allemaal even lekker af. Ja. Luid gezakt, want anders dan zo. Ja, lekker hè? Lekker hè? Ja. Oh, heerlijk. Ik heb dus de afgelopen tijd helemaal zero aan mijn wenkjes gedaan. Erg hè? Nee maar. Vind ik het echt nog heel erg meevallen. Ja, dat is bij heel veel mensen hoor. Helaas. Oh my god, wat laat je vallen? Dat staat erop! Maar als het nog mogelijk is, dan moeten we nog maar even één keer echt iets leuks doen met je haar. Ja, toch? Ja, beter. Ja, we gaan gewoon nog wel even een brede kapsel maken hoor. Out of the box, ja toch? Ik wel. Ik ben het helemaal met je eens. Niet saai hoor. Dat gaan we hier doen, het gaat er toch af. Ik ben wel benieuwd of je er iets mee kan, want ik heb het nu weer donker. Tuurlijk, dat maakt niet uit. Kijk, het is nu niet... Als het nu verleven, want het gaat er toch af. Dan schillen we gewoon alvast een stukje eraf. Oh, wat erg. Maar weet je waar ik wel goed voor na heb gedacht? Weet je wat je dus kan doen? Oh, sorry, ik ga het terug. Weet je wat je dus kan doen? Je haar afknippen. En dat kunnen ze dan weer gebruiken om zo'n band te maken. Ja, dat heb ik ook gezien inderdaad. Maar ik zat te denken, dan moet je en vroeger kaal. Ja, want dan moet je wel, zeg maar, gelijk kaal zodra je eerste uitval hebt. Klopt. En hij is alleen maar een band, hè? Ja, dan heb je een band. En wil denk ik toch liever een pruik. Een hele, ja, dat zou ik wel doen. Wat ik wil. Want anders moet je altijd een mutsje op. Ja, klopt. Kijk, als je hem dan ervoor houdt. Nu hoort hij scherp te stellen op dit. Wacht even. Omdat ik niet stil kan houden, gebeurt dat niet. Oh ja, 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 ja. Zie je? Pretty! Ja, thanks. Echt zo lekker. Alsjeblieft. Pretty! Vooral mijn wenkjes weer. Oh, weer een beetje normaal mee. Vanmiddag heb ik even lekker gechilled. Toen ik thuis kwam van Myrthe, want die had even mijn wenkbrauw gedaan en lekker mijn snor geharst. Toen kwam ik thuis en toen heb ik even lekker een beetje rustig aangedaan. Nog wat dingen gedaan voor de salon op mijn laptop. En nu sta ik mijn jas aan, want we gaan naar mijn zus. Die hebben ons uitgenodigd om daar te komen eten. Ik heb wel iets meer last.
Dus ik heb net even, ik mag over een half uurtje weer twee paracetamol innemen, dus die neem ik mee naar daar. En een stuwingstablet, die zorgt ervoor dat de stuwing in manieren wat vermindert. En dan gaan we daar lekker even op in. Oh. Soms word ik zo moe van jou. Dat is niet waar. Wel. Je vindt de pox altijd leuk. Nee, vind ik niet leuk. Je hebt iemand zitten bij je. Heb ik dat altijd al? Ja. Ik weet helemaal niet waar, ik heb er niks zitten. Oh, kom. Nee, ik vind het toch net, hè. Dus we gaan nu naar Middelburg. Nou, we zijn nu in Middelburg. Even parkeren. Even de auto aan de oplader zetten. Moet ook gebeuren. En er staat hier een auto naast ons. En dat is geen elektrische auto. En die heeft hem wel op een elektrisch vak geparkeerd. En die heeft nu een boete zien we liggen. Sukkel! Heb je hem aangezet? Ja. Zo natuurlijk graf ik dan, hè? 6 uur. Oké, okay, friet van eten. Het is 6 uur. Ja? 2 uur? 7 uur, 8 uur. Dat zijn 2 uur. Dus ja? Dat is 6 euro. Ja? Nou, wil jij 6 euro van me? Trouwens, het wordt gewoon van mijn rekening opgeschreven, hoor. Die parkmobile. Ja, dus. Ik bedoel, dat is toch best. Ik ben gewoon van vrede, hè? Ja, dat is waar. Je hebt de auto gesloten. Ik heb de auto gesloten, ja. Zou je niet vloggen? Ja, man. We hebben nu al fans. Lekker frietjes. Zo, wij zijn weer lekker thuis. Super gezellige avond gehad. Lekker gegeten. En wel iets te lang doorgegaan. Daar ben ik niet zo goed in. Ik moet zelf gewoon goed aangeven. Ik moet nu gewoon naar huis. Maar dan vind ik het gezellig. En dan stel ik het uit. En dan wil ik eigenlijk liefst gewoon nog langer blijven. Dus het is nu... Kijk hoe laat het is. 10 voor 10, dus dat is eigenlijk net een beetje te laat, want het liefst moet ik nu al in bed liggen. Maar ja, voordat ik naar bed ga, moet ik eerst de nachtzakken aan mijn dagzakken doen, voor mijn drains. Maar dat ga ik zo eens even filmen, dan kunnen jullie zien wat ik dan precies doe. Ja, dit was dan de eerste dag vloggen. Ik moet er nog wel een beetje aan wennen. Vooral als ik in een groep met mensen ben. Toch, schat? Wat? Dat ik nog moet wennen aan het vloggen. Want nu kan ik heel goed tegen de camera praten, maar nu zijn we maar met z'n tweetjes. Maar met een groep mensen, dan vind ik het een beetje lastig. Nou ja, ervaring. Dus, ja, als je het gewoon vaker doet, dan... als je het vaker doet, dan krijg ik er wel, word ik er beter in, denk ik. Eerst, dit is veel dichtbij, iets verder weg. Ik heb natuurlijk die dagzakken zitten aan mijn... benen, dus ik moet even mijn broek uitdoen. Dus dan moet je even alleen mijn hoofd filmen. Niet mijn billetjes. Oh shit. Nou, hij zit best wel vol. Ik heb hem 1 keer gelegd vanavond. Dit zit dan gewoon zo met een klitterbandje aan mijn been best vast. Best wel vol, hij zit zeg maar helemaal vol. En dan loopt het zo naar boven. Plop vol. Zit mijn drenen, die loopt dan zo mijn... mijn zij in. Zo charmant. Lekker hijgen. En toch naar de aansteller. Dat is niet lief. Goed. Zo die nachtzak. En die ga ik dus doorkoppelen met de dagzak. Want de dagzakken blijven er gewoon aan zitten. En deze die doe ik er aan vast. En die, dat tuutje, dat gaat eraf. Cool doekje. Heb ik gewoon bol.com besteld. En daar maak ik dat tuutje even goed mee schoon. Goed ontsmetten. En dan heb je aan de onderkant dit tuutje. Dat doe ik ook altijd even ontsmetten. En dan steken we die hierin. Moest je niet eerst legen? Nee. Want nu ga ik de urine van de dagzak in de nachtzak laten lopen. Dus door hem open te klikken. En dan ga ik hem legen via de nachtzak, omdat hij anders vacuüm trekt. Dus ik laat hem eerst een beetje doorlopen. En leegspoelen. En dan doe ik het zelf aan de andere kant. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. En het is nu 9 uur ongeveer.
Ik heb heel slecht geslapen vannacht. Ik denk dat ik vast wel een paar stukjes heb geslapen, maar voor mijn gevoel heb ik alleen maar wakker gelegen en gewiebeld. Ik had heel veel last vannacht van mijn rechternier. Dus van binnen doet het dan echt heel veel pijn. En ik had voor het slapen gaan toch nog twee paracetamol ingenomen. Om 11 uur 's avonds. En zo'n stuwingstablet. En dat hielp wel, daardoor kwam ik wel aan slaap, maar midden in de nacht word ik dan weer wakker. Alleen ik heb het wel geprobeerd vol te houden zonder nog iets in te nemen. Want ik heb ook oxycodon, maar als ik dat inneem word ik daar gewoon echt niet lekker van. Dus dat probeer ik echt uit te stellen. Maar ik heb nu om 8:30 twee paracetamol genomen en als mijn pijn niet minder wordt, dan ga ik wel even zo'n oxycodon tabletje innemen. Wat 's nachts wel erg helpt is zo'n zak. Het water in. En die kan je hier zo. Dan moet je dit opendraaien. Zo. Je weet zelf wat je bedoelt, hè? Dan kan je hem aan het stroom leggen. En eigenlijk doet Michael dat altijd voor me. Voordat we naar bed gaan, dan zorg ik dat ik die drains zo fix. En dat ik paracetamol heb en water. En dan zet hij even die warmtezak aan. En die warmtezak die leg ik gewoon tegen mijn onderrug dan aan. En dan voelt dat een beetje wat fijner. Maar goed, 's ochtends moet ik altijd heel erg opletten met wat ik doe. Dus ik kan niet bijvoorbeeld uit bed en dan meteen eten maken en douchen. En dat allemaal achter elkaar. Ik moet echt rustig aan doen. Want anders merk ik dat ik snel misselijk word en duizelig. Dus nu ga ik straks eerst even iets eten. Als ik iets heb gegeten, dan ga ik die nachtzakken eraf halen. Dan even kijken hoe ik me voel. En dan gaan we denk ik even Wie is de Mol kijken. Samen. Nou, we hebben even lekker Wie is de Mol gekeken. Het is nu, even kijken hoe laat het is. 10:30, bijna 10:30. En ik heb nog steeds best wel veel pijn. Maar nog genoeg dat ik het kan handelen. Dus dan wil ik nog geen optie innemen. Wel doe ik het heel rustig aan. Dus ik zit nu gewoon lekker op de bank. Ik heb lekker gewoon een deken op de bank. En ik doe gewoon lekker rustig aan. Ik zit even lekker op mijn laptop. Veel dingetjes voor werk aan doen. En mezelf niet te druk maken vandaag. Gewoon even tranquilo. Nou, ik ben van de bank af. Dat is wel heel goed. Ik ga nu even die nachtzakken eraf halen. Ik loop even naar de wc. Die andere. Eerst even leeg laten lopen. Weer dicht. Dat koppelstukje opzoeken. En die zet ik ook dicht. En dan maak ik hem los. Hè? Nee, ik moet even die zakken nog doorspoelen. Oh, deze kat doet zeer. Ik denk dus dat hij gedraaid zit van binnen. Ja, onder die pleister. Want die pleister is losgegaan. Die zou ik nog doorspoelen. Een beetje opgefrist. Ik ben niet gaan douchen. Ik denk dat ik vanavond even lekker ga douchen. In plaats van vanochtend.
En de thuiszorg die komt strakjes. En de thuiszorg die komt iedere dag langs. Om de insteek van mijn drain schoon te maken. Buurzorg komt dus iedere dag langs. In eerste instantie zouden ze één keer per week langskomen om de zakken van mijn drains te verwisselen. Omdat ik daar één week mee kan doen. Dus die zakken die aan mijn benen zit, die moet dan één week of één keer in de week vervangen worden. En, maar nu komen ze dus iedere dag, omdat ze dan de pleister eraf halen van wat over de insteek zit en het gaasje om het goed schoon te maken. Want ze dachten dus dat, dat er een infectie zat. Nu ben ik daarvoor nog naar het ziekenhuis geweest en dat was verder goed, gelukkig. Alleen moeten ze het wel iedere dag schoonmaken, omdat er dus gewoon een beetje pus uitkomt en zo. Oké, ik heb mijn eerste vlogblunder al. En dat is, mijn geheugenkaart is te klein. Dus hij zit vol. En ik heb echt nog 2 minuten die ik kan filmen. Dus ik moet snel zijn. Maar ja, super jammer. Leermomentje. Ik kan vanmiddag dus niet filmen. Maar goed, maakt niet uit. Er komen nog genoeg dagen dat ik wel kan filmen. Buurtzorg komt zo. Daarna gaan we kastjes in de salon ophalen. Die gaan we even bij mijn collega brengen. En dan gaat Michael een paar dagen weg voor cursus. En dan ben ik alleen. En dan komt mijn zus 's avonds eten. Dus dat is wel fijn. Dus ik hoef niet alleen te eten. En verder ga ik gewoon lekker chillen. Dus dan, ja, dat kan ik allemaal niet meer filmen. Maar goed, jammer. Morgen weer een nieuwe dag. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Ik heb echt een super drukke dag. Ik heb om 10 uur een werkafspraak in de salon. En daar ga ik lopend heen. En daarna komt thuiszorg al om rond 11 uur. Dus dan moet ik echt heel snel zijn. Want om 12 uur staat mijn moeder op de stoep om me op te halen voor een afspraak in het ziekenhuis. Dus ik heb geen tijd om te filmen. Ik film zodra ik weer in de auto zit richting Goes. Want dan heb ik een hele belangrijke afspraak. En ik zal zo even uitleggen waar die afspraak precies over gaat. Zoals ik net al zei, heb ik vandaag een hele belangrijke afspraak. Namelijk een gesprek met de hematoloog. Tot nu toe heb ik eigenlijk alleen maar contact gehad met een gynaecoloog. Omdat er steeds van mening was dat het waarschijnlijk baarmoederhalskanker zou zijn. Toen op een duur kwam er uit mijn biopt een resultaat waarin bleek dat het waarschijnlijk een lymfoom is. En dat betekent dus dat je lymfeklierkanker hebt. Toen ben ik doorverwezen van Erasmus weer terug naar Goes. En, want ik was natuurlijk eerst verwezen van Goes naar het Erasmus omdat het baarmoederhalskanker zou zijn. Nou, in Goes hebben ze toen gezien dat het lymfeklierkanker is en daar heb ik een uitleg over gekregen. Eigenlijk een hele korte uitleg als in het is een B-cel lymfoom, lymfeklierkanker dus. Details kan ik je niet vertellen. Je hebt een doorverwijzing nodig naar de hematoloog. Toen heeft de gynaecoloog in Rotterdam gesproken met een hematoloog in Erasmus Rotterdam. En die hematoloog, die zei, dit is een, ja, best wel een bekende lymfoom die goed te behandelen is. En die kan dus ook behandeld worden in Goes. Dus we gaan je doorverwijzen van Erasmus weer terug naar Goes. Nou, toen had ik een telefoongesprek met de gynaecoloog die op dat moment nog mijn behandelaar was. En die heeft mij toen verteld van, nou, je wordt weer terugverwezen van Rotterdam naar Goes. En eigenlijk was ik daar niet zo heel erg blij mee. Vooral omdat ik het gevoel heb dat ik al 10-0 achter sta bij Goes. Eigenlijk moet ik het anders verwoorden. Zij staan 10-0 achter bij mij, om het zo even te zeggen. En ze moeten echt dat vertrouwen terug gaan winnen. Waarom? Nou, eigenlijk omdat er gewoon heel veel is gebeurd. Wil je hier meer over weten, kijk dan even mijn allereerste video. Daarin heb ik het helemaal gedetailleerd beschreven. Maar in ieder geval, gesprek met de hematoloog. Die heeft die doorverwijzing gekregen. Dat gesprek gaat over wat voor soort lymfoom heb je en hoe gaan we het behandelen. En dat vind ik het belangrijkste punt. Hoe gaan we het behandelen? Want wat wordt mijn behandelplan? Wat voor chemo krijg ik? Hoe vaak krijg ik chemo? Ik heb echt nog geen idee wat ik kan verwachten. Dus daarom is dat gesprek van vandaag zo belangrijk. Want daar ga ik vandaag meer info over krijgen. Dat is denk ik een heel lang gesprek. Het zal wel intensief worden. Maar ik voel me er eigenlijk best wel goed over. Ik ben heel relaxed. Ik ben niet zenuwachtig. De mensen om mij heen zijn allemaal wel heel erg zenuwachtig. Ja, ik heb er zelf eigenlijk niet zo heel veel last van. Ik heb zoiets van, we weten al wat het is.
die klap is al gevallen en dat heb ik al verwerkt. Of ja, in hoeverre je dat kan verwerken. Dus het is nu gewoon alleen nog maar... wat gaan we eraan doen? Hoe gaan we dit fixen? Hoe word ik weer beter? Ja, en dat wil ik wel gewoon graag weten. Dus ik ben wel toe aan dit gesprek, zeg maar. Ik wil het gewoon wel echt weten. Dus ja, dus we gaan het zien. Ik ben benieuwd. Ik ga samen met mijn moeder, want Michael die is een paar dagen weg voor werk. En ik had de mogelijkheid om mijn gesprek later te plannen, zodat Michael er wel bij kon zijn. Maar ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen, want ik moest op dat moment ook wel heel snel schakelen. Want het was aan de telefoon en het was, hey, kan je dan ran? En achteraf gezien dacht ik, oh ja, ik had misschien daar even iets langer over na moeten denken. Maar ik heb nu ook zoiets van, laat maar komen. En ik ga gewoon proberen om het gesprek op te nemen, zodat Michael wel alles terug kan luisteren. Zo, wij zijn onderweg naar Goes met mijn moeder. Michael die is voor werk een paar dagen weg, dus die kon helaas niet bij het gesprek zijn. En, maar goed, ik ben nu lekker met mijn moeder samen, dus is helemaal prima. En het vanochtend was wel een beetje een race tegen de klok. Ik moest heel veel dingen doen. En, maar we hebben het gehaald. We zitten nu in de auto. Het is nu 11:15. En om 1:00 hebben we dat gesprek, dus we zijn ruim op tijd. Toch? Ja, we zijn ruim op tijd. Als we de auto goed kwijt kunnen, dan... Het is altijd heel druk daarmee parkeren, dus we hopen wel dat we de auto makkelijk kunnen parkeren. En anders doen we gewoon eens nog een koffietje. Ja, precies. Nou, we zijn lekker een beetje vroeg. Dus we doen eerst nog even een koffietje. Heerlijk. En dan hebben we lunch. Een boterham met jam. Zo. We zitten weer in de auto terug naar huis. En we hebben nu dat gesprek gehad. En ik ga even Michael bellen. Die is op cursus, maar die wilde wel graag dat ik hem belde zodra ik klaar was. Zo, die arm die doet zeer. Want we prikken. Zo. Maar dat kan altijd maar één keer. Na de aarde te pakken. Hoi. Ben je even weggestapt? Ja. Oh, oké. Ja, weet je, het was zo'n gedetailleerd gesprek dat het soort heel moeilijk is om jou nu een korte samenvatting te geven. Maar ja, ze heeft gewoon heel veel uitleg gegeven over dat lymfoom, zeg maar. Daar begon ze dan mee. En ik moest gewoon even mijn verhaal doen over wat er afgelopen week is gebeurd. En dus het eerste deel van het gesprek ging eigenlijk best wel veel over wat is er gebeurd en waar staan we nu. En dat lymfoom en dat het een hele... Dat het eigenlijk heel bijzonder is dat ik dat type lymfoom op die plek heb op mijn leeftijd. Dat gewoon heel apart is. En heel zeldzaam zijn ze. Wat zeg je? Nou, en qua behandelbaarheid, dat is natuurlijk het belangrijkste. Ja, nou, ze zei in principe is deze lymfoom heel goed te behandelen. En is het dan niet meer gehad over stadiums of zo? Nee, eigenlijk niet, hè? Nee. Heb ik eigenlijk ook niet naar gevraagd. Nee. Dat heb ik eigenlijk gewoon. Maar het is wel een agressief vorm. Ja. Ja, oké, maar dan kon je al wel aan hoe snel het natuurlijk gaat. Ja. Eigenlijk was het ook wel heel gunstig, het agressieve. Want dan kan je het beter behandelen. Ja, dan zijn er meer cellen om ook echt te bestrijden met die chemo. Ja, en non-Hodgkin. Dan hoef je ook niet te bestralen. Ja, want anders dan, als het inderdaad die andere was, een beetje een sluimerende variant, dan moest je een combinatie tussen chemo en bestraling. En dat had gewoon... Dat dus omdat dat B-cel lymfoom, dat is zeg maar dat... Nou, je hebt van B-cel lymfoom ook allemaal varianten. Alleen de variant die ik heb is dus gewoon agressief. En ze heeft wel die naam genoemd, maar ze zei dat kan je ook wel weer vergeten. Ja, maar die hebben we opgenomen. Maar we hebben het wel opgenomen, dus dat kan ik nog opzoeken. Want ik heb... Nou, ik mocht niet filmen. Ik heb alleen ze heeft de PET-scan laten zien. En dat stukje heb ik wel gefilmd. Ja. Maar ik heb wel alles opgenomen. Oké. Dus dan kan je kan gewoon het hele gesprek terugluisteren. Ja, en ik zag al dat je een paar chemo dingen had gepland. Ja, ze hebben heel veel afspraken gemaakt meteen. Want daarna moest ik naar zo'n planner. En al die afspraken die staan in de...
die hebben ze allemaal gemaakt meteen. Dus ik heb er een paar ook in de agenda gezet. Maar ik heb gewoon een A4'tje meegekregen met alle afspraken. Een dwarsdoorsnedes door je hele lichaam, zeg maar. Een soort plaatjes door je lichaam heen. Dan begin je onderaan. Dit zijn je benen. Dit witte, dat zijn je botten. Dat zijn mijn benen? Ja. Dat ziet er apart uit. Je verwacht dat je gewoon een lichaampje ziet. Maar... Ja, gek is dat, hè? Maar dit is een dwarsdoorsnede door je benen. Dit is je spierweefsel. En dan ga je naar boven. Dan zie je hier de blaas verschijnen. Ja. Dit is normaal gesproken een stuk egaler. Een beetje zoals dit eruit ziet. Dan is dit helemaal egaal. Dat is de blaas waar je het contrast in uitplast. Bij jou zit daar ook al de narigheid, de tumorweefsel. Ja. Dus dit gelige, dat is allemaal contrast en dat hoort er niet zo uit te zien. Dat is heel onregelmatig. Okay. En dan ga je verder naar boven. Zie je ook hier, dit weefsel is ook niet normaal. Dat hele felle, dat is heel typisch voor zo'n non-Hodgkin lymfoom. Dit zijn ook je botten. Dit is je bekken, dat ziet er gewoon normaal uit. Dat is allemaal prima. Hier kom je bij de darmen. Die kleuren ook een beetje aan. Maar dat is omdat darmweefsel altijd wat beweegt. Okay. En dat is normaal. Hier zie je dat je drains aan de ene kant afloopt. En hier aan de andere kant. Oh, ja. Dat is, en dit zijn je nieren. Die kleuren al. Mama, zo. Met? Zo. Met de stoel. Ja. En de tafel. Heb je hem laten vallen? Wat? Heb je hem laten vallen? Nee. Oh. Wat? Wat is het hier? De verkeerde. De verkeerde. Hij kan zitten. Kan die zitten? Ja. Wat goed. En zo trekken. Mag ik ook vast? Houden. Jij mag hem ook even vasthouden. Kijk, dan filmen we jouw poppetje. Ja. Cool, hè? Nou, ik ben nu weer lekker thuis. Zit even op de bank. Ik ga niet zoveel filmen meer vanavond. Ik heb een reader ontvangen. Daar kan ik nu mijn geheugenkaartje even mee lezen. En dan kan ik even kijken of het filmen een beetje goed gaat. Ach, het was een super drukke planning. Te strak gepland. Ook weer een leermoment dat ik het allemaal niet zo strak en druk meer plan. Want eerst kon ik dat, maar nu kan ik dat gewoon niet meer. Ik lig in bed. Ik ben helemaal buiten adem. Oh. En ik heb vet veel pijn aan mijn nieren zelf. En dat heb ik echt helemaal aan mezelf te danken. Want ik was lekker op mijn laptop bezig en ik was alvast even een paar stukjes aan het editen. En ik was gewoon lekker bezig, lekker filmpje op de achtergrond. En wat wil ik nou zeggen? Oh, dan ben ik zo bezig met mijn hart die nu keer 100 gaat. Dat ik eerst even op adem moet komen. Maar ik was dus gewoon lekker bezig en op een uur werd het steeds later. En het is nu... 5:30. En dat is voor een normaal persoon prima tijd om naar bed te gaan. Maar eigenlijk is dat voor mij te laat. Want ik moet gewoon echt 9:30 of zo naar boven. Of in ieder geval alvast de shit doen die ik moet doen. Want als ik dat allemaal achter elkaar moet doen, dan heb je dus dit. En ik heb te lang gewacht met mijn medicijnen weer. Mijn paracetamol zo. Dus ja, ik kan alleen mezelf blamen. Helaas. En Michael is er niet. Dus ik kan ook echt alleen chagrijnig doen op mezelf. Ja. En ik ga nu nog even met Michael facetimen. Even wat rustig zeggen. En dan ga ik lekker slapen. En dan is de dag weer voorbij. Goedemorgen. Het is vandaag... dinsdag. Dat had ik ook van tevoren kunnen bekijken. Dinsdag. Het is dinsdag en het is 10:00. Dus ik heb lekker uitgeslapen, want ik werd om 9:30 wakker. Dus dat was wel echt even fijn, want ik heb vannacht niet zo heel goed geslapen. Ik werd best wel vaak wakker en ik had heel veel pijn en gewoon, blah, gewoon niet zo lekker. En dan ben je soort niet heel bewust wakker, maar ben je zo vaag slaap. Dus dat is niet zo lekker. En, maar ik heb dus wel weer tot 9:30 wel doorgeslapen. Dus dan heb ik wel weer even wat uurtjes kunnen pakken, dus dat is wel lekker.
Michael die is nog steeds weg. Die komt vanmiddag weer thuis. En ik dacht, ik ga het gewoon even helemaal gezellig voor mezelf maken. En ik heb gewoon even lekker een ontbijtje op bed gemaakt. En dat ga ik even lekker opeten. En dan doe ik nog even dingetjes op mijn laptop. En dan ga ik lekker douchen. Gisteren was best wel een intensieve dag. Ik hoop dat vandaag iets rustiger wordt. Heerlijk, lekker pannenkoekie. En ik heb lekker een bakje kwark en een kopje thee. Dus ja, het is niet super gezond, maar dit hadden we nog. En ik vind dit helemaal heerlijk, dus ik ga dat nu eten. En ik maak voor vanmiddag weer iets gezonds. Maak er even een shake. Goeie. Kijk, als je nu je broodje ervoor houdt, dan stelt hij, dat is veel te dichtbij. Kijk, maar dan stelt hij scherp op je broodje. Snap je? Ja. Leuk hè? Pas je op. Heb je weer je nagels laten doen? Of zijn nee, groeien jouw nagels gewoon niet? Jawel, ik heb toch uitgegroeid. Oh ja. Dat is van heel lang geleden al dit hoor. Oh. Van, misschien 4 weken of zo. Ga je alleen dat eten? Ik ga eerst dit eten. Dan ga ik... Rustig. Lekker. Ah. Mm. Het is, ik vind het wel echt leuk dat je er bent. Maar voor zo gezellig. Ja, dat rode stuk. Het zit precies op dat kleine rode stuk hier. Moet ik even stoppen? Nee, gaan we gewoon doen. Flink geloosd hoor. Hopen dat hij nu blijft zitten. Work in progress. Oké, dat is een Snapchat filter uitgeprobeerd. Van een kaal hoofd. Om alvast te kijken hoe ik eruit zie als ik kaal ben. Word je? Ja. Ja, ik vind het ziet er gewoon nog helemaal mooi uit. Maar het is wel heftig. Het is wel een beetje confronterend, ja. Toch? Ik heb ook een foto. Moet ik die laten zien? Ja. Oh ja, het is best wel realistisch ook, hè? Ja, klopt. Ja. En die wenkbrauwen blijven sowieso staan, toch? Nou ja, ik heb natuurlijk powderbrows. Ja. Dus de kleur, ik denk dat dat al blijft zitten. Maar die, de haartjes is natuurlijk wel. Ja, en trouwens, dat verschilt ik erg per persoon, hè? En je wimpers? Die kunnen ook eraf gaan. Zetten, ik heb zulke mooie wimpers. Ja. Het vrij helemaal. Over hetzelfde plekje, dat gaat irriteren. Ik geef 2 seconden knuffel, want ik daarvoor naar de sportschool ben. Nee. Dus ik ben nu even lief. 2 seconden. Trek ook aan mijn haar. Je zou meer kunnen lagen. Nee hoor, kom maar even dan. Nee, is niet laat. Maar wat ik wou zeggen, was morgen na de oncoloog. Hoe laat? Oncologie verpleegkundige. Ja, hoe laat? Om 2 uur. Oké, okay. Smiddags. Ja. En woens. S'nachts. En donderdag. Oké, dus morgen moet ik mee, neem ik aan. Hallo. Ja. En donderdag. Hoe zit het dan? Hou nou eens op, jongen. Ik heb een antwoord. Ik tand. Donderdag. Ik ben geen aapje. Niks ontvangen. Maar. Ik moet even het ziekenhuis bellen, want mijn antibiotica kuur ligt niet klaar. Ga ik dit meenemen? Beetje lekker aan het koken, jongen. Heerlijk.
Wat ben je aan het maken? Ben ik een risotto aan het maken. Komkommer salad. En dat is het. Heerlijk zeg. Heerlijk. Ja, dat moeten we nog zien. Wordt helemaal goed voor ons gezorgd. Ja. Ziet er goed uit. Oké, zeg maar welke dan? Fijn groot. Very nice. Ik zou nu die doen inderdaad. Deze? Het is al een beetje groot, hè? Dus ja, nee, ja, de plek maakt toch uit. Ja, precies. Dus zeg maar wel. Die moet op boven die andere. Boven daar? Ja. Goed, zo denk ik. Mm-hmm. Klopt. Nu, het is 9:00 en ik ben helemaal kapot. Ik ben heel moe. Dus ik ga lekker naar bed. En morgen heb ik weer een drukke dag op de planning. En maar ook alweer een leuke ochtend. Oh, maar eerst slapen. Dus nu ga ik eerst die nachtzakken aan mijn been doen en dan lekker naar bed. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. En het is nu 8:00 ongeveer. Michael die was wakker voor werk en toch ik ga er ook maar gewoon uit, want ik heb echt niet zo'n goede nacht gehad. Veel pijn gehad. Pijn aan mijn trains, maar ook pijn aan mijn nieren. Van binnen echt. Dus op een uur weet ik dan echt niet meer hoe ik moet liggen, dus dan ga ik er ook maar gewoon uit. Dus ik heb nu even die nachtzak eraf gehaald en ik lig nu even lekker op de bank. Even rustig opstarten, want ik heb nu een paar keer heen en weer gelopen. Mijn hart bonkt echt al super snel. Want ik weet dat ik echt even rustig aan moet doen. Eerst even iets eten. En dan kan ik weer het volgende gaan doen. Ik heb mezelf even klaargemaakt. En nu ben ik onderweg naar de salon. En gaat Hanja even mijn nagels doen. Heel fijn. En als het goed is komen ze de riolering doorspuiten. Dus dan ben ik er ook meteen. En nu rijd ik even in de auto. Rijd ik even naar de salon toe. En bel ik nog heel even het ziekenhuis. Omdat mijn antibiotica-kuur nog niet klaar ligt bij de apotheek. Moet ik even bellen. Lekker mijn nageltjes laten doen. Heerlijk. Lekker bezig. We zitten nu in de auto. Onderweg naar Goes. Voor de afspraak met de oncologie-verpleegkundige. En het probleem met de riolering in de salon is gefixt. Super fijn. Maar hij was best wel een tijdje nog bezig. Toen moest ik even opschieten, want de thuiszorg stond bijna voor de stoep. Dus hij is aan het langs geweest. Alleen is het me dus opgevallen dat mijn drain aan de rechterkant niks meer heeft geproduceerd sinds vanochtend 8:00. Dus dat is niet goed. Dus dat ga ik straks in het gesprek ook maar meteen even aangeven. Het zou kunnen betekenen dat mijn drain niet meer goed erin zit. En mijn hechting aan die kant was ook al losgegaan. Dus ja, even kijken hoe dat gaat lopen. En nu dus onderweg naar dat gesprek. We zijn net terug van het gesprek in het ziekenhuis met de oncoloog-verpleegkundige. Als ik het goed zeg. We stonden in ieder geval eerst al verkeerd. We stonden in Goes en we moesten in Vlissingen zijn. Dus dat ging al helemaal mis. En toen hadden we dat gesprek. En ja, dat was op zich wel gewoon een prima gesprek. Niet super uitgebreid of zo. Het ging gewoon over dat ik een pruik kan krijgen of krijgen. Hoe dat dan gaat, waar ik me moet aanmelden daarvoor. En bijvoorbeeld als ik chemo krijg, welke medicijnen moet ik dan slikken, hoeveel, wanneer, de bijwerking inderdaad van mijn chemo en ik mag geen meer zeggen van Michael, dus ik probeer dat niet te doen. Dus ik moet me aanmelden voor een pruik. Ik weet dat ik bij hun terecht kan met eventuele praktische vragen en zo die ik tijdens mijn chemokure heb. En dat ik bloed moet prikken voordat ik chemo eerst krijg. Maar eigenlijk was het ook wel informatie wat ik op zich al wel een klein beetje wist. Wat wel fijn was om te weten is bijvoorbeeld dat ik heel erg moet opletten met
als ik ze... Gewoon alles, vieze deurklinken, gewoon alles wat besmet kan zijn. Ja, of maar ik kan dus ook iemand besmetten met de chemo bijvoorbeeld, omdat dat via je urine gaat dat er ook weer uit. Dus daar moet je ook gewoon mee opletten. Bijvoorbeeld als je naar het toilet bent geweest, dat je alles goed moet schoonmaken. Dat is allemaal wel belangrijk om te weten. En bijvoorbeeld ook dat, dat ik heel vatbaar ga zijn voor virussen. Dus dat ik goed moet opletten met handen desinfecteren. En als mensen langskomen moet ik ze geen drie zoenen gaan geven, zeg maar. Een beetje zulke dingen. Nou, dat was op zich allemaal wel gewoon interessant om te horen. Alleen, mijn drain aan de rechterkant, die loopt niet zo goed door. Of die loopt eigenlijk helemaal niet, sinds vanochtend al. En dat is juist de kant die heel goed doorloopt de hele tijd. Dus dat is gek. Ik voel me ook niet zo lekker. Ik heb buikpijn en ik heb het gevoel inderdaad dat het allemaal in mijn buik zit. En toen hebben ze mijn Vlissingen geprobeerd door te spoelen. Maar ze willen toch even kijken of het wel goed zit. Dus moeten ze in Goes een echo gaan maken ervan. Dus we zijn nu onderweg naar de spoed. En we moeten naar de spoed omdat het 4:50 is. Dus ze krijgen voor de tijd dat de poli dicht gaat niet meer een echo geregeld. Dus en hoeveelste keer is dat we nu naar de spoed gaan? Vierde keer of zo. Kan je me nog even toelichten dat we daar 50 keer voor moesten bellen eerst? Oh ja, dat ging echt totaal niet soepel. Want toen ik daar zat, toen in de auto van Goes terug naar huis, van Goes naar Vlissingen, omdat we verkeerd waren gereden, had ik zelf al even gebeld naar de afdeling in Goes. Zei ze, nou zeg maar gewoon even tegen de verpleegkundige tijdens je gesprek. Dus ik vertelde dat tegen haar, maar zij kon daar niks mee doen. En toen ging zij weer de verpleegkundige van de oncoloog bellen. Nou, en die probeerde me echt af te wimpelen. Dus ik werd al helemaal gefrustreerd. En op een duur zei de verpleegkundige, nou ik geef haar anders wel even. Dan kan jij zelf het toelichten wat er allemaal aan de hand is. Dus toen deed ik dat. En toen zei ze, ja, maar ja, dan moet je eerst maar eens even kijken of ze hem door kunnen spoelen. En eigenlijk wilden ze me liever niet helpen, die verpleegkundige. Dus ik was er alweer helemaal klaar mee. Want zo gaat het de hele tijd bij mij. Ik word van de bank naar het kastje, van het kastje naar de muur gestuurd. Dus... nu is het wel fijn dat we voor elkaar hebben gekregen dat ik toch even langs de spoed mag. Want die train die moet natuurlijk wel gewoon door blijven lopen. Nou, we zitten nu op de spoed. Dus nu is het wachten tot ik aan de beurt ben. Maar er is verder niemand. Dus het zal niet zo lang duren, denk ik. Hoop zo. Nou, ik zit nu op de spoed. Ik ben heel chagrijnig. Ik kan niks hebben. Want ik moet dan weer heel mijn verhaal opnieuw doen. Weer nieuwe mensen. Weer gewoon vertellen wat er aan de hand is. En dan komt de arts langs en zegt, oké, we gaan eerst even bloed prikken. Nou, eer dat we het resultaat terug hebben, dat duurde weer een uur. Het is gewoon super frustrerend. Mag nu ondertussen niet eten en drinken. En omdat ze nog niet weten hoe ze het gaan oplossen... de arts kon alleen maar zeggen, want ik ging er eigenlijk een beetje tegen in, want hij zei van, het eerst even bloed prikken, want ik heb een infectie. Nou, daarvoor moest hij antibiotica slikken, maar die ben ik nog niet begonnen. Dus willen ze kijken of die ontsteking nu binnen 2 dagen, want ze hebben maandag bloed geprikt, het is vandaag woensdag. Dus ze willen kijken of binnen 2 dagen of die ontsteking is verdubbeld bijvoorbeeld. Want als dat zo is, dan moet waarschijnlijk die antibiotica niet via een pilvorm, maar via mijn infuus ingebracht worden. Dus willen ze eerst die bloedwaardes afwachten. Dus ik zei, ja, maar wat zorgt dan die ontsteking ervoor dat mijn training niet goed doorloopt? Nee, dat stond los van elkaar. Dus ik dacht, oké, ja, ga dan iets fixen dat mijn drain het weer doet. Maar goed, zo makkelijk werkt het blijkbaar allemaal niet. Dus nu moeten we eerst wachten op mijn bloedwaardes. En waarschijnlijk gaan ze dan pas kijken wat ze met mijn drain gaan doen. Dus dat vind ik een beetje frustrerend. Ik heb zoiets van, ga nu alvast even een plan verzinnen. Ik moet eens naar hulp gaan. En ik mocht gelukkig naar huis. Dus dat is wel echt heel fijn. Het nadeel is dat ik morgen wel weer terug naar het ziekenhuis moet. Want morgen gaan ze mijn drain verwisselen. Omdat, ja, waarschijnlijk zit hij toch ergens niet goed of verstopt. Of omdat het nu niet doorloopt, ja, het werkt het gewoon niet. Dus moet ik morgen toch terug naar het ziekenhuis. Maar verder mocht ik gelukkig naar huis. Mijn HB was wel een beetje gezakt. Maar ik denk dat ik dat ook wel heb gevoeld. Dat ik een beetje duf was. Of
Vooral de laatste paar uurtjes van vandaag. Oh ja, toen zat ik in de auto terug naar huis, van spoed naar huis. En toen bedacht ik me in één keer van, oh, ze hebben die pleisters die over die insteekpunten van die drain zitten, die hadden ze zeg maar opengemaakt. Maar die hebben ze dus niet meer terug dichtgeplakt. Maar dat was ik heb gewoon mijn hemdje toen over gedaan. Zei ze, ja, dat doen we zo wel, maar dat zijn we dus helemaal vergeten. Dus terug in de auto dacht ik, shit, dat moet nog wel even dichtgeplakt worden voordat ik ga slapen. Dus ik heb even mijn moeder gebeld en die heeft het even dichtgeplakt met mijn instructies. Ik heb het nu zo vaak gezien door de buurtzorg, dus. En dat is gelukt, gelukkig. Dus nu zit het weer allemaal lekker dichtgeplakt. Ja, je ziet jou niet. Het is te donker. Maar zoek je echt nou zo binnen dat er meer mensen zijn? Wij hebben dus de guilty pleasure om kinderfilms te kijken. Heerlijk. Niet over nadenken, gewoon kijken. En we gaan nu de verschrikkelijke ikken kijken. Eigenlijk wilde ik graag de Minions kijken, maar er blijkt dus maar één film of zo van te zijn. En die hebben we al gezien. Dus dan gaan we dit kijken. Hier zitten de Minions in, hè? Er zitten hier wel de Minions in. Ja. Gelukkig maar. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Voor de verandering. Ik werd gebeld door Dalf, ze kon amper praten. En de nefrodrain aan de ene kant heeft blijkbaar nooit goed gezeten. En nu is ze dus heel veel pijn. Dus ze is weer opgenomen voor nu eventjes op de acuut spoed. Vertel nog iets. Ja. We stelden het niet scherp. Dus we zitten hier weer eventjes en Dalf kan dus niet bewegen van de. Van de pijn. En dit was juist zodat het beter ging. Dus dat is weer even een tegenvallertje. Maar goed, we zijn het gewend. Ik ben het even snel wezen sporten tijdens de operatie van Daphne. En Daphne is wat kapotter als mij. Even kijken hoe die scherp stelt. De drain was dus uit. De drain was eruit aan de linkerkant. En de rechterkant was er bijna uit. Dus hebben ze allebei opnieuw moeten plaatsen. En dat is echt verschrikkelijk. Dan porren ze die drain door je nier. Dus nu heb ik heel veel pijn. Ik heb nu paracetamol op en ik mag eventueel nog morfine. Maar die heb ik gisteren ook al op en ik wil echt niet gaan spugen. Ik ga even filmen als ik al omgedraaid ben. Even proberen een beetje overeind te zitten. Wat heb je net op? Wat heb je net op? Ik heb net een oxycodone. Twee opties. Twee kortwerkende en een langwerkende. En een tabletje tegen de misselijkheid. Nog even blijven filmen. Therapy is beter. Kun je doen met. Nou, ik zit weer overeind. Gelukkig, dat is gelukt. En ik heb even een lekker vlaatje. En ik heb net even een beetje gedronken. En ik mag in principe naar huis, als het lukt. Ik heb alleen nog wel heel veel pijn. Ik ga even kijken hoe het gaat. En ik kan net een kortwerkende en een langwerkende. Oxycodone, dus daar was ik heel duf van, dus daar ging ik een beetje van slapen. En nu mag ik straks ook gewoon innemen als ik thuis ben. En met race loop ik weer goed hoor, gelukkig. Dus
Stort lekker naar huis. Lekker naar huis. Een rotje ontploft in je gezicht, dan zou ik je nog aanduwen. Dus het staat nergens op. Ik heb echt geen hoge eisen. Is dat hoor. Echt zo? Uiterlijk wijze heb ik echt geen hoge eisen. Dat weet ik. Toch? Ja. Nou, ik lig al een tijdje hier op de bank. Ik ben super suf van de medicijnen. Dus ik heb een beetje steeds weggedommeld en een beetje geslapen. En ik had even een berichtje gedaan naar een bedrijf. Of een bedrijf. Ja, het is gewoon een bedrijf. Die een salon voor pruik. Want in dat gesprek met die verpleegkundige hadden we wat folletjes gekregen van bedrijven hier in de buurt. Maar ja, heel eerlijk gezegd zagen die folletjes er al uit van 20 jaar geleden. En voel ik me ook echt een beetje, ik zag alleen maar korte pruiken en ik vond het gewoon allemaal niet mooi uitzien. En ik wil gewoon naar een plek wat gewoon hip en modern is, waar ze gewoon TikToks maken. En ik weet niet, daar voel ik me gewoon veel chiller bij. Maar ja, goed, ga maar zo'n salon vinden. Dus ik had even een beetje op Insta. Oké, de salon heet Haarsalon Gerry. Die werd aanbevolen door het ziekenhuis. Ja, dus die naam alleen al dacht ik, nee. Dit gaat hem niet worden. En toen, maar goed, het is best wel duur dus, een pruik. En dat had ik eigenlijk al wel verwacht. Maar ja, het is wel iets waar we even over na moeten denken. Want, kijk, ik heb natuurlijk de salon. Dus op dit moment geen inkomsten. En de salon, de hypotheek loopt ook gewoon door. En ik heb altijd wel een vangnet waar ik op terug kan vallen. Maar ja, je wilt er toch liever gewoon kijken of het alleen lukt. En dan een pruik van €2500. Starttarief. Dat is best wel een hoop geld. Wat dan in één keer uit je potje verdwijnt. Dus daar moet ik even goed over nadenken. Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. Gisteren heb ik die drainwissel gehad. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik heel veel pijn heb. Gisteren ben ik rond 8 uur of zo gewoon naar bed gegaan. Ik had genoeg van die oxycodone tabletjes ingenomen. Dus ik ben plat gegaan. En ik heb geslapen tot vanochtend. Het is nu 8:15. Ik heb nog steeds heel veel pijn. En ik heb net weer even een kortwerkende oxycodone ingenomen. In de hoop dat het iets beter gaat. Ik had dus vanochtend 2 klanten ingepland. Want ik had eigenlijk bedacht dat het wel zou lukken. Maar dat hadden we pas besloten. Voordat ik die drainwissel zou krijgen. En die drainwissel heeft ervoor gezorgd dat ik weer zoveel pijn heb. En nu heb ik echt spijt daarvan. Dus ik hoop dat het gaat lukken. Auw. Dat schapen doet pijn. Oh, dat is verschrikkelijk. Ja, ik heb toch mijn klant maar even afgezegd. En, want dat gaat gewoon niet lukken. Ik voel me echt bar slecht. Heel misselijk. gewoon echt niet lekker. En nu stond net op van de bank. Mijn hart gaat wel helemaal tekeer. En ik wil even een wasje erin doen. Maar het kost allemaal heel veel energie. Nou, ik hing op voor dit filmpje. En ik kon straight naar de wc om over te geven. Dus ik slik wel die tabletjes tegen de misselijkheid. Maar of het nou werkt, I don't know. Doordat ik gisteren die drainwissel heb gehad, heb ik nu best wel veel bloedverlies weer. Ik zal het even laten zien. Kijk, hier loopt die slang van die drain. Die zie je, die is gewoon helemaal rood. En dat komt omdat er gisteren natuurlijk een nieuwe drain is geplaatst. Dus dat is gewoon nog een beetje bloed. En dit is die zak van vannacht en die heeft dat ook. Nou, we zitten nu lekker in de auto. Femke die heeft me even opgehaald. En we gaan nu naar de salon en ga ik proberen haar nagels te doen. Net toen Femke aankwam, toen had ik daarvoor alweer net gespuugd.
tweede keer vanochtend. Dus ik hoop echt dat ik het nu allemaal binnen kan houden. Want ik slik nu ook iedere keer mijn medicatie uit. Ik spuug mijn medicatie uit. Niet slikken, spugen. Dus dat is niet zo fijn. Dus ik hoop dat ik het nu allemaal binnen kan houden. Maar goed. En dan gaan we even lekker nagelen. Dat is weer de eerste keer sinds 4 weken volgens mij. 4 of 5 weken. In de salon. En nu ga ik lekker even haar nagels doen. Eens kijken of die overbelicht. Kijk. Tadaa. Zo, wil je ze korter? Nee. Want ik hoef het toch niet. Nee, toch niet te kort. In de dag. Nee, het alleen de dag. Alleen de dag. Dag. Nou, het nagelen ging echt helemaal niet goed. Ik was op de helft en toen werd ik echt super moe en heel erg misselijk. Dus toen kon ik het eigenlijk niet afmaken. Dus heeft een collega het even afgemaakt. Toen ben ik naar huis gegaan en toen heb ik echt voor 3 uur op de bank steeds een beetje weggedommeld. En... Voor 5 uur? Nee, voor 3 uur. Van 11:30 tot 2:30. En toen is tussendoor de thuiszorg nog geweest, maar dat... Ik ben gewoon gaan liggen en hun hebben dat gewoon gedaan. En toen ging ik daarna weer lekker verder slapen. En nu hebben we even lekker een shakeje gemaakt. Smoothietje. En nu gaan we even wat pakketjes ophalen bij de Jisk en bij de Karai. Lekker bezig, babe. We hebben lekker even frietjes gehaald. Geen eten, een snack. Lekker van de snackbar. Het is, oh shit. Ja, lekker. Nee, hij heeft speciaal saus gedaan. Ja, maar niet speciaal. Ik hou van speciaal saus. Oh, kill. Je moet altijd zeggen mayo, curry. Nee, ik hou van speciaal saus. Nee, dit is gewoon Chinese paga dit. Ik vind het lekker. Wij zijn nog heel eventjes een iets langer dan een uurtje op verjaardag geweest bij mijn nichtje. En dat was wel eventjes fijn, vooral om er heel even uit te zijn. En we wilden eigenlijk bijna niet gaan, omdat ik zoveel last had. Michael wilde graag taart. Dus we zijn nog wel even lekker geweest. En ik heb gewoon een oxycodon tabletje ingenomen. En ik merk wel dat als ik iets meer beweeg, dan blijft alles wat soepeler. En dan gaat het dus ook beter. Dus eigenlijk is de hele tijd op de bank hangen niet fijn, want dan wordt het helemaal stijf. Dus ja, en het is vandaag vrijdag en morgen is zaterdag en dan begin ik met een nieuwe weekvlog. Dus bij deze sluiten we de weekvlog af. De allereerste weekvlog.